kerstdiner hoeft echt niet moeilijk te zijn. En daarom laat je vandaag zien hoe je een heel lekker hoofdgerecht kan maken. Namelijk zalm in bladdeeg met roomkaas. Super makkelijk, heel erg lekker. Sfeer er wat aardappeltjes bij, nog wat andere bijgerechten zoals haricots met spek. En ga zo maar door. En je hebt gewoon een heel lekker maaltje. Benieuwd naar het recept? Kijk, we gaan mee. Wat je ook nog toe kunt voegen aan dit recept is bijvoorbeeld spinazie, ook erg lekker. Of wat shallotjes, dat geeft het ook nog net wat meer smaak. Heel veel succes met het kerstdiner en alvast fijne feestdagen. Tot de volgende keer, doeg!